Goedemorgen. Zal ik even Paul Tolk bellen? Ja, doe maar. Eifortstoldiensten voor politie Nederland. Mogelijk tekort. En wij gaan hem zo vertellen dat er nog een boete voor hem open staat en dat die boete betaald moet worden. Ik ga u even op luidspreker zetten en dan kunt u zichzelf even voorstellen. Het volgende, wij krijgen, meneer heeft in 2018 een bekeuring gekregen in Groningen. En die bekeuring is onbetaald gebleven. Misschien kunt u dat vertellen? Ja, meneer, ze gaan er al een uur geleden in de buurt van Bunschoten. Was ik tegen uw collega aangehouden. Ja. Opstaande houden. En ik heb 699 euro betaald. Oké, okay. Heeft meneer daar bewijs van dat hij betaald heeft? En zou er in Leeuwarden betaald zijn? Dat kan, maar dat kunnen we zo verifiëren als het goed is. Die zouden vandaag betaald zijn. Zou net betaald zijn, ongeveer een uur, anderhalf uur geleden. Ik heb hier een kwitantiebonnetje. Nou, actie weer voorbij. Prima, bedankt voor de prijs voor seks. Ja, ik krijg af en toe een vleugje voorbij komen. Het kan ook een paar van zijn. Blazen? Ja, daar ben ik weer. Nee, meer. Meer. Ja, onmogelijk. Ik kan niet blazen, kom. Want ik heb problemen met mijn longen. Ja, nou. Dan kan ik niet blazen, dus ik wil gelijk zeggen. Nee, kom. Dat, ik was meer. Dat kun je. Ja. Maar u kunt meneer uitleggen, deze test is gemaakt voor mensen met astma en één long. En die kunnen dat ook. Het vraagt mij heel weinig lucht, maar meneer wil gewoon niet blazen. Lippen eromheen. Mm. Ja? Die luisteren. Moet je ze fabrieken. U hoeft het gedeelte van meneer even niet te betalen. No problem. Meneer moet even zijn lippen goed om het pijpje heen doen en even laten zien dat hij goed blaast. Nee. Even opletten nou. Meneer doet het expres fout. Als hij zo doorgaat, gaat hij zo'n rijbewijs kwijtraken en dik 2000 euro. Hij moet goed doen wat wij zeggen. Zijn lippen om het pijpje heen en in één rustige teug doorblazen. Ja, ik ga weer even onderbreken, want meneer is maar een verhaal aan het verzinnen en daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Meneer moet even zijn lippen om het pijpje doen en in één teug uitblazen. Nee. Expres fout. Gaan we meneer meenemen? Nog, hij krijgt nog één kans. Als je niet meegaat, dan wordt hij aangehouden en gaat hij mee. Naar het bureau en dan gaan we zijn rijbewijs invoeren. Nou, okay. Ik ga de achterbank leegmaken. Ik moet meneer vertellen dat hij bij deze bevel krijgt om mee te werken aan de ademhaling. Allee, ik zie hier op 40 aan. Meneer die loopt hier de blaastest te saboteren. Dus die wordt bij deze aangehouden. Wij gaan hem overbrengen naar bureau De Doelen. Of verdenking van rijden onder invloed. Ja, dan wordt een protestverbaal gemaakt. Maar meneer moet nu gaan uitstappen. Ik ga niks meer uitleggen nu over de telefoon. Hij moet nu gaan uitstappen en gaat bij ons in de auto. Anders gaat meneer naar zijn helpen. Nee, we gaan nu uitstappen. Kom. Kom. Moment. Nee, kom. Oké. No problem. Yes. Kom. Auto is geen probleem. Kom. Ja, zitten. Oké. Kom. Oké. Allee, 2494. Had jij het topnummer van mevrouw? Ga door.
uitslag is 290 UBL. 290 UBL.